Wat gezellig dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Wij gaan naar Rome. En we hebben alle ellende al gehad. Ja. Oh my god. Hele ellende met testen, formulieren invullen. En we dachten dat we alles goed hadden gedaan. Maar nee, we moesten nog bijbetalen, want het online inchecken was niet goed gedaan. Echt zo balen. Dus 55 euro pp extra. Maar goed, nu hebben we dat ook gehad. Oh ja, en het koffer was nog te zwaar. Dat ook nog. Dus we moesten even herorganiseren. In deze tassen. Dus nu gaan we als pakken eens. In deze tassen. Maar goed, we hebben er heel erg veel zin in. En neem jullie mee naar Rome. Heb je zin in deze vlog, dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel erg veel kijkplezier. Hoi lieverds. Wij zijn geland in Rome. En ik heb een super goede vlucht gehad. Echt lang geleden om weer te vliegen. Ja, 2 jaar gewoon. Na de corona heb ik eigenlijk niet meer gevlogen. Dus dat was weer heel eventjes spannend. En nu wacht ik nog heel eventjes op mijn vriendinnen. Die komen er zo aan als het goed is. Ik zat helemaal voorin. Dat was wel chill. Ik had extra beenruimte. En zij zaten wat verder weg. En we hebben nog extra koffer ingecheckt. Dus die komt er zo aan. En we hebben al een taxi besteld. Dus die staat op ons te wachten. En dan gaan we regelrecht naar het hotel. Voor een paar gezellige dagen Rome met de meiden. We gaan er een leuk weekend van. We komen aanlopen. En het koffer is er. Lekker zwaar, AB? We werden helemaal leuk ontvangen met een bordje met leek erop. Hè? Het koffer wordt gedragen. We verblijven in Hotel Grazioli. Ik ga nu inchecken. Daar gaan we. We hebben ingecheckt en ik wil jullie heel even onze hotelkamer laten zien. Hier kom je binnen. Daar zitten ze al lekker. We hebben een 3-persoonskamer met een groot bed en een 1-persoonsbed. Echt super fijn dat we met z'n drieën op 1 kamer kunnen slapen. Een lekker grote spiegel. Hey, dat bedenk ik me nou in 1 keer pas. Super handig om morgenochtend op te maken als we allemaal willen opmaken. Ja, dat is wel echt heel dat fijn. Dat is wel echt heel fijn. Kunnen we met z'n drieën tussen? Ja. Als die ander dan nog douches. En hier een mooie marmeren badkamer met een grote douche. En ook weer een spiegel en toilet. Dus helemaal fijn. En we hadden al iets heel leuks gespot. Dat is namelijk een bar beneden. Dus we kunnen lekkere drankjes doen. Show jouw favoriete plek eens. De bar. Tada. Tada. Hier kunnen ze zelf cocktails inschenken. Echt leuk. Dus kunnen ze zelf zo vol giet als we willen. Waar gaan we voor? Oh. Maar we moeten ook wel een beetje dit erbij dan. Lekker. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en wij zijn lekker wakker geworden in Rome. We hebben ons al opgemaakt, haren gedaan, ik heb mijn haren lekker een beetje gekruld. En ik heb een hele leuke nieuwe outfit aan van La Rebelle. Een jasje, top en broek. Maar we twijfelen dus een beetje of het niet te warm is, want het zonnetje schijnt al. Ik zal jullie heel even laten zien hoe het er buiten uitziet, want het ziet er al super leuk uit. Kijk, en dan worden we dus zo wakker. Echt al een schattig straatje. En de zon schijnt al een beetje. Echt al fijn. En we hebben lekker de ontbijtkamer voor ons alleen. Je kunt dus ook buiten ontbijten. Maar daar is het denk ik nog iets te vroeg voor. Misschien later op de dag dat het wel leuk is op het terrasje. We gaan even kijken wat we gaan nemen. Lekker een sapje. Croissantje. Broodjes. Een taartje. Oeh, ben je ook van het zoet ontbijt? Ja. Ik ook. Een cakeje. Wat ligt hier? Nog wat vleeswaren. En dit is... Zou dit olijfolie zijn? Ziet er wel zo uit, toch? Ja, dat denk ik. Echt Italiaans olijfolie. Dit is wel echt heel lekker. Ziet er echt lekker uit. Ik weet niet wat we opzetten. Vulling, pruim op. Ja, dat is vaak best zo pruim. Goedemorgen. Nou, ready to go. Dit is de look voor vandaag. En we hebben al een Uber besteld, dus let's go, let's go. We zijn te wachten op de taxi. We gaan naar Rome Centrum. Helemaal zin in. En we gaan ook nog wat highlights bekijken.
Ik ben wel een aantal keer in Rome geweest, Rome nog niet. Dus daar gaan we sowieso even lekker alles showen. Naar de Trevifontein en naar de Spaanse trappen. Alle leuke dingetjes. Nu mijn haren nog heel even in staart, maar ik doe ze dadelijk wel even lekker los. Kijk al, een zonnetje. Daar ben ik helemaal blij. Afgezet, midden in het centrum. Heerlijke zon. We zijn meteen al bij de grote winkelstraat. Ja. Nou, de meiden willen graag iets huren. We zullen zien, we zullen zien. Fietsje vind ik prima, stepje. Ik ben nog medium enthousiast. Nou, we zijn bij de Spaanse trappen. Het is best wel lekker rustig nog, echt fijn. Kijk hoe mooi. Onze eerste hotspot waar we geweest zijn. Onze eerste bezienswaardigheid. En ja, ik wil dan een aperol bestellen, maar dat is nog geen aperol of klok. Het komt dadelijk. Het is nog koffie of klok. Ja. Ik lust geen koffie, dus ik ga voor de fresh orange juice. Het zit al heel lekker in het zonnetje. Zoals jullie even. Kijk nou, hoe gezellig. Lekker zonnig. Ik ga voor de spremita. Gezellig is ze. Veri heeft een kop soep. Ja, een kopje koffie en Romy cappuccino en ik very special orange juice. Ik ben keilom. Zoals ik jullie wel alles eerder heb verteld, ben ik op zoek naar de Louis Vuitton multi-pochet accessoires. En we zijn net bij de winkel geweest, maar ze hebben hem weer niet. Hij is echt altijd uitverkocht. Zo jammer. Dus nu staan we eventjes voor deze mooie winkel. We moeten er even wachten voor we binnen mogen. En dan gaan we daar even een kijkje nemen. Deze had ik al gezien. Echt een super mooie kleur. Echt heel mooi beige. En nu ben ik heel eventjes de andere kleur aan het passen. Die is ook echt heel erg mooi. Keuzes. Ja. Nou, ik denk dat dit hem gaat worden. Ik kan niet lachen onder mijn mondkap, maar ik ben wel aan het lachen. Want oh my god. Het is echt zo mooi. Wat vinden jullie? Nou, ik ben helemaal happy. Hier is hij dan. Mijn nieuwe tassie. Mooi ingepakt. En nu gaan we op pad. En ik ga hem straks wel heel eventjes unboxen en uitpakken en dragen. Dus mijn dag is al helemaal goed. Nou, bij de volgende highlight van Rome. De Trevifontein. Super mooi. Het is lekker zonnig. Gaan we daar een muntje gooien? Ja. Dat betekent dat Veri legt even uit aan mijn kijkers. Dan kom je terug in Rome. En ik heb nog een leuk feitje. Vroeger gingen soldaten drinken uit in de fontein. Oké. Ja. Oké. Veri is de gids van ons. Echt handig. Quando riposo, ma ci sento tutto d'amore. Delle belle quando riposo. Aangekomen komen we bij het Pantheon. Er zit echt een mega lange rij. En dat gaat maar door. Maar we zijn er wel geweest. Ik ben hier al een keertje binnen geweest, dus ik heb het al gezien. Het is wel super mooi ook hier weer, dit plein. Elke hoek van de straat zie je wel weer iets leuks. We hebben al lekker gewandeld en we hebben nu een plekje gevonden om te gaan zitten. We zitten in een leuke tuin, achter een restaurantje. En we gaan lekker pizza, pasta, aperol. Even twijfels wat we gaan bestellen. Dat is dan de tijd van een unboxing. Het is helemaal mooi ingepakt in een doosje. Lekker op het terras. Oh, daar komen onze drinks. Oké. Even de drinks first. Limoncello for you, right? Yes. Thanks. Thank you. Thank you. Oh, nou cheers. Proost. Heerlijk. Het is tijd voor de unboxing van mijn tas. Oh my god. Echt zo blij mee. Het is helemaal mooi ingepakt. Ik ga hem openmaken. Gewoon al bijna. Oh wacht, ik kan het zo doen. Yes. Okay.
Wat cute. Ben je niet helemaal blij? Helemaal blij ermee. Ik ga heel eventjes mijn spullen van mijn andere tas in deze tas doen. En dan gaan we lekker genieten van ons drankje. Onze bestelling is lekker pizza. We konden er niet kiezen. Dus pizza toucher, pizza en pasta. En pasta. Die ziet er ook echt lekker uit. Pasta pesto. Net lekker wat gegeten. Echt super fijn. En ik heb mijn tas meteen gewisseld. Oh my god, zo leuk. En nu gaan we richting het Vaticaan. Ga je erbij? Ja. Nee, nog nooit geweest. Dus dan gaan we even een kijkje nemen. Lekker een wandeling maken. Van 40 min. 40 min. We zijn lekker aan de wandel. Hier is onze tour guide. Waar gaan we heen? Naar het Vaticaan uiteindelijk. En stond 40 minuten lopen, maar dat lijkt ons erg lang. Maar we hebben veel toeristische tussenstops in de tussentijd. Ja, leuk. Piazza Navona, Castel Sant'Angelo. Hier is ook al een heel mooi gebouw. En daarachter ligt het Vaticaan. We lopen richting het Vaticaan. Even Red Bull. Cheers. Even wakker worden. Even energie. Even energie nodig. We hebben ook al echt al wel veel gelopen. Ja. We zijn al vanaf 10 uur op pad of zo. Hoeveel stappen hadden we? 10.421. Wauw, echt goed. Dus even nodig dit. Daar boven de raampje open. Dan komt dat zo'n en naar buiten, dan gaat hij iedereen weer toestreven. Waar? Ja, volgens mij boven het tweede raam. Leuke info weer, thanks. Ja, gelijk dat je allemaal weet. We zijn nu dus bij het Vaticaan. Maar we zeiden net al, het is best wel rustig. De laatste keer dat ik hier was, was het heel druk. Alhoewel daarachter ook wel echt veel mensen staan. En daar is het lekker het zonnetje, heerlijk. Terrasje. We zijn in het buurtje of in de wijk Trastevere. Daar kun je echt super gezellig uit eten, weet ik nog van de vorige keer. We waren ook echt bij een heel leuk restaurantje geweest. Dat zit hiernaast. Maar nu zitten we lekker aan de cocktails. Het is happy hour. En we zijn lekker voor mijn vee gegaan. De Pornstar Martini. Hij is vrij sterk. Cheers, girls. Cheers, cheers. Oh, jullie. Zit hier met meiden. Het is inmiddels onze derde drink. We hadden een lekker. Zeker niet de derde. Een wijf of zo. Of is de derde Aperol? En dan, zeker de derde Aperol. En dan nog 2%. 3%. En een Pornstar. Je hebt elke ronde en een cocktail en een prosecco. En een Pornstar Martini. En nog één in de middag. Zoals Ferry zegt. School. En doe hem nog eens school. Niet mijn tekst, dat is die van Veri. Of Veri zegt ook wel eens. Ein Vorsicht. Ein Vorsicht. Nou, we hebben net Italiaanse mensen leren kennen hier in Rome. En die hebben ons restaurantje aangeraden waar we nu lekker gaan eten. En moesten echt iets proberen. En dat waren de Italiaanse rijstkroketjes. Van Pizza Brizola. Met rucola en parmezaanse kaas en een soort carpaccio. Ja, is goed hoor. Ik doe dat wel, geen probleem. Het ziet er echt lekker uit. Ja, thank you. Morgen. Wij zijn weer lekker bij het ontbijt. Het is een nieuwe dag. Het is vandaag zondag. We gaan even lekker ontbijten. Een hele goede morgen. Goedemiddag, eigenlijk al bijna. Het is vandaag zondag. We zijn lekker wakker geworden. Beetje moe nog van gisteren. We zijn gisteren nog gezellig op stap geweest, een soort van. Heel spontaan. We waren in een leuke wijk, Trastevere, en hadden we lekker wat gegeten, gedronken. En toen waren we nog in een cafeetje beland en daar nog lekker gedanst.
En nu is het weer een nieuwe zonnige dag. De zon schijnt lekker. En we zijn bij het Colosseum. Hier achter mij. Toeristische hotspot. Die hadden we nog niet gezien. Dus we gaan vandaag weer lekker wandelen. Tijd voor een Italiaans ijsje. Tom heeft lekker limonen. En ik heb lekker mango. We hebben net eventjes lekker gewandeld. Nog heel even lekker in het park gezeten in de zon. En nu zijn we lekker aan het wandelen en gaan we weer een terrasje zoeken waar we lekker iets kunnen eten. Want ik heb wel zin in Italiaanse pizza. En dan krijg je nu een truffle tasting. In sunflower oil. Oké. So this one is basically is pure truffle and it's a very good alternative to fresh truffle. Oké. So it's very delicate in taste and the smell is quite strong. Toast and pasta. Dat is zo'n boxje. Kijk, met drie. Zijn er van shoppen. En een olietje. Truffelolie. Het ziet allemaal heel lekker uit. We hebben goed geslaagd in dit winkeltje. Wij hebben een truffelpakket. Ja, een truffelpakket. Lekker truffelolie en verschillende truffelsausjes. Het waren ook echt goede verkopers. Ze mochten alles, van alles proeven. Lekker chocolaatjes. Lekker olie, lekker parmezaanse kaas, die was ook echt heel lekker. Dus nu hoef ik niet met een lunchje. Nee, grapje, dan gaan we wel lekker even lunchen. Nog lekker ergens gaan zitten. En we hebben lekker pizza salami besteld. Grote stukjes. We hebben een super leuk plekje gevonden om lekker te gaan zitten. We zitten lekker op een dakterras bij de Spaanse trappen. En de Aperol. Voor 14 euro. Proost. Cheers, man. Heerlijk. Lekker weer een drankje. Super lekker. Smaakt in Italië toch altijd een beetje naar zon vandaag. Lekker snacks. Lekker snacks. Super mooi uitzicht vanuit hier. Zonsondergang. Naar Rome. En daar zo. Zien jullie denk ik niet goed? Bij die bar hebben we net lekker wat gedronken. Super mooi. Al even bij het Pantheon. Kwam toevallig langs. We zijn even lekker aan het wandelen. En dan gaan we eigenlijk lekker weer naar Trastevere. We hebben nog lekker gewandeld. En we zijn weer terug bij hetzelfde buurtje als waar we gisteren ook lekker aan het eten waren. En we zitten nu bij Tomarello. Heel erg lekker restaurantje, dat ken ik al. Ben ik al een keertje ook geweest met Dennis. En we hebben lekker pizza besteld. En veel pasta. En lekker bruschetta vooraf. Dus we hebben wel zin in. Lekker appelrolletje. Cheers. Cheers. Daar gaan we weer. Cheers. Cheers. Bescheiden is cheersje dit, hè? Ja. Dan hebben we lekker bruschetta, touché vooraf. Lekker met tomaat, spamham. En deze is met anchovies. Anchovies of anchovies. Ik vind het heel erg anchovies. Het eten is er en het ziet er zo lekker uit. Rome en ik hebben allebei pizza met brezola. Brezola. Weer die klemtoon. Brezola. En lekker rucola en kaas. En Veri heeft pasta pesto. Dat ziet er ook heel lekker uit. Mm-hmm. Krijg gewoon heel smakelijk. De bad. Smakelijk. Ja, lekker. Tiramisu. Nou, die moesten we natuurlijk ook wel even hier proberen in Italië. Dan doen we even lekker een cappuccino. Cute straatje. En we zitten lekker aan de Aperol. Moet je ook echt gehad hebben als je in Italië bent. Echt Italiaans. Snackjes. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En we zitten lekker aan het ontbijt. We hebben nog eventjes lekker een taartje. En een sapje. En dan komt onze taxi ons zo halen. Een hele goede morgen. Goedemorgen nog. Bijna goedemiddag. We hebben echt heel lang in de rij gestaan op het vliegveld om onze koffer in te checken. Gelukkig waren we lekker op tijd. En nu zitten we eventjes bij een restaurantje en hebben we nog even lekker wat eten en drinken besteld. En dan gaan we vliegen terug naar Nederland. Mijn laatste Italiaanse lunch. Focaccia met salami en focaccia met ham. En Italiaanse Fanta. Tijd om naar huis te vliegen. Ik ga de zon echt missen. Het is zo'n lekker zonnig weer. Lieverd, ik ben weer lekker thuis. Hele goede vlucht gehad. We keken even op het vliegveld. En we hebben dit weekend in 2 dagen de eerste dag
14 kilometer gelopen en de tweede dag 12 kilometer. Oh my god. Echt veel van mij, ben ik niet gewend. En ook geen blaren gehad. Jee, is ook voor het eerst, want daar heb ik altijd last van. Dus ik had al blarenpleisters in mijn tas. En ja, de eerste dag hebben we echt al veel highlights gezien. En de tweede dag ook nog het Colosseum, lekker in het park gezeten. En lekker nog op die rooftopbar wat gedronken. En ja, die tweede dag waren we echt wel wat meer moe, want we waren nog op stap geweest. Het was heel erg gezellig. Super spontane avond. Van het een kwam het ander. We zaten lekker in een leuk buurtje, Trastevere, wat te eten en drinken. En toen op een gegeven moment werd er ons een heel goed restaurant aangeraden, waar je echt typisch Italiaans eten kon eten. Zijn we daarheen gegaan. Was heel lekker eten, wel iets minder gezellig om te zitten. En toen daarnaast zat een barretje en hoorde muziek, dus we dachten heel even kijken. En dan is het toch wel extra leuk dat dat in Italië wel gewoon open is en kon. En ja, daar hebben we dan ook lekker gedanst. Dus dat was echt heel erg gezellig. Alleen de volgende dag wel een beetje moe. En sowieso weinig slaap gehad. Laat naar bed en vroeg op, want je wil natuurlijk toch wel het beste uit je dag halen als je daar een weekendje bent. Maar het was zo leuk. En ook gewoon dat je lekker kon uiteten. Dat mis ik hier toch wel echt het meest. Dus daar heb ik dan ook wel echt extra van genoten. Dat kon allemaal. Je moest wel ook buiten een mondkapje op. Maar ja, verder werd er niet heel erg streng op gecontroleerd. Stel, je had hem heel eventjes hieronder zitten. Dan zeiden ze wel van, ja, doe je hem weer heel eventjes op. En op het vliegveld, op de vlucht terug, hadden we dan wel zo'n snavelmondkapje nodig, zeg maar. Dat was wel verplicht. Maar verder was het allemaal prima te doen en leuk en gezellig. En dit was weer mijn eerste vliegreis sinds heel de corona. Sinds 2000... Wanneer heb ik voor de laatste keer gevlogen? Ja, ik denk eind 2019. Dus nou, dan is het toch wel extra leuk om weer te gaan. En mijn voornemen is ook echt om gewoon weer vaker van dit soort dingen te doen. Want je ziet het aan mijn gezicht, ik word er helemaal vrolijk van. Dat zijn toch de mooie momenten en de mooie dingen. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen meegenieten. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik praat helemaal snel, maar ben helemaal enthousiast. En ik kwam thuis en toen was het echt helemaal netjes thuis, had Dennis gedaan. Dus dat is ook wel weer heel lief. Ook wel weer heel fijn om thuis te zijn. Lekker samen na zo'n leuk weekend. Dus ik ben blij als Dennis dadelijk thuis komt. Dikke kus, fijne dag nog en tot de volgende keer.